Een hele goede morgen, mensen. Ik sta hier een beetje met mijn hoofd in de zon. Best wel een goede kwaliteit misschien. Maar we gaan zo naar Leiden. Ik ben nu nog in het mooie Zoeterwoude dorp, waar je helemaal niks kan. Rip. De bus gaat over 7 minuten, dus ik moet 7 minuten moet ik nog wachten. Maar dat lukt wel hoor. Als ik een beetje Instagram heb, vind ik prima. En dan komt de bus er zo aan. Lekker pik. Kijk, alles ligt daar onder het ijs. Zo koud is het vandaag. En de bus komt als het goed is daar aan. Daar is de Laplace. En de verstegen auto's. Laat in de comments weten of je hier al eens bent geweest. En terug in Leiden. Oh, yo. Wegschoppen. Wel eng as fuck, maar wel hoog. Oké, ik ga er vanaf springen, vlooglogs. Wish me luck. Nice. Oké, boys en girls, als je dat nog niet hebt gedaan, subscribe button, klik hem in als een atoombom die op YouTube afgaat. Ik zal ook even planning gooien. Ik ben nu onderweg naar Robin. De zon schijnt, dus ik doe lekker mijn jas open. En ik pluk de merch. Oh my god. Nou, Robin is een maat van mij. Ginger boy met krulletjes op zijn hoofd. Echt dik. Hij is DJ. Als het goed is ga ik volgend weekend even met hem backstage. Bij een ander DJ event ofzo. Of tenminste geen event. In Zoetermeer. Maar hij wacht op mij bij Beestenmarkt, dus gaan we nu naartoe. Fucking dik. Amadeus. Het worden echte niffels die wel eens in Leiden komen. Check dit dak, hij zit helemaal vol met duiven. Check. Crazy motherfucking shit, man. Oh, god damn. Ah, ik zie Robin nog staan. Ik kom gewoon ook terug. Skills. Where the fuck? Oh, daar, kijk. Daar is die motherfucker. Ik zag foto van dus. Ja, ik denk, dat is meestal zo. Hey, Robin is in de building, motherfuckers. Ja, mooi op. Lekker. We gaan even coole pika's maken, ook voor zijn Insta. Dat is wel dik. Hij heeft echt... jongens, als je ook even allemaal op zijn Instagram followt. Hij heeft nog maar 35 volgers, dus als je hem helpt... Deze niffel in de back. Ja man, we zijn in Leiden. We doen niet heel veel, we lopen alleen rondjes, maar voor de rest wel leuk toch? Ja, we maken wel een paar... Hey jongens, Mackie waren gisteren. Laten we lekker voor een andere keer. Ik wil namelijk geen junkie worden. Volgens mij zie je niet heel veel omdat het licht zo precies schijnt, maar dat maakt echt niet uit. We gaan even langs de format, dan doen we de plug. En daar gaan we weer door. Mag. Ik word geskipt. Ja, ja, even de spiegelmerch. I'm a shiny nigger. Je hebt gewoon allemaal eurotjes verdiend met stickers maken voor WhatsApp. Dat is wel dik. Dat is wel dik. Oké, Sjoerd. Zie je later. Ik vind het wel jammer van die skip. Oh, Tegenmeijer. Doe de plug. Oké, boys. Like deze video even voor me. Alles goedjes aan, het is koud. Maar ik pluk wel altijd de merch. Als je merch wil hebben, moet je mij gewoon DM'en. @flowblom. Linkje in mijn bio. Ga even hier een koffie drinken of een chocomel of weet ik veel wat. Maakt allemaal niet meer uit. Poppen. Hey, Frits. Wil je ook je plug op de vlog? Zeg even abonneer. Ik ga het nog zien deze week. Nice. En wat zei? Wat iedereen heeft gezegd. Hey, Maat. Hey, Flo. Mag ik een high five? Ik werd er net geskipt door Sjoerd, maar ik word er ook niet. Dit is wel de plug. Dit is voor de vlog. Holy shit, close-up. Hey bro, je bent wel DJ. Moet je geen gekke Rolex kopen hier? Ligt nog thuis, man. Oh, Lin, nog thuis. Je hebt er namelijk al 6, toch? We gaan volgende week een nieuwe halen. Dat gaan jullie ook nog wel zien. Maar tot die tijd houden we nog eventjes niks, man. Nee, precies. Maar bij goede gelegenheden is tijd niet belangrijk. Ja, man. We lopen gewoon door Leiden en ineens zien we dit. Wow, dit. We zijn echt supporters, jongen. Ja, man. Die heb ik daar niet eens zelf opgeplakt, hè. Hey, shout-out naar degene die dat heeft gedaan. Hey, boys. We zijn in dit gekke hotel. We gaan even op hotel / hoge flatgebouw gaan. Even kijken of we helemaal erboven kunnen komen. Dat is de challenge van vandaag. Hey, bro, waar gaan we heen, man? Bro, letterlijk, als de merch goed genoeg is voor Jochem Meijer, is de merch ook genoeg voor jou. Kijk dan.
Oh, gaan we even shots gooien. Koude hard. Zo, we zitten echt hoog. Kijk dan, we zitten echt in koude hoog. Je ziet ook een heel view hier. Oh, dit is wel dik. Gaan we een goede insta-pick aan gooien. Dat is het resort hier zo. Allemaal naakte mensen niet. Ja, what the fuck. Maar wel dik, dat uitzicht daarachter. Dat is wel hard, man. Ai, hij is er al. Let's go. Oké, boys. Fakka. Dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie deze video een beetje tof vonden. Ja. SO naar Robin, 100%. Die mevrouw met die lip was zo mooi. Het was letterlijk zo van, hij klikt op dat knopje, dat ding gaat open, maar ze kan niet naar boven omdat hij dit op de knopje blijft drukken. Zagen we haar uiteindelijk bij die receptie staan daarvoor. En ze zat zelfs te snitchen, en zat ze naar ons te wijzen toen wij buiten stonden. Dat was echt mooi. Hey, ik zie jullie in de volgende video. Later.